Vandaag, donderdag 12 oktober, is het officiële startsein gegeven van het project Gebruiksgereed opleveren van het vergadercomplex van de Nationale Assemblée. Zowel president Chandrika Prasad Santokhi als minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken hebben bij deze gelegenheid de nadruk gelegd op het herstel van de democratie. Laat me alvast het parlement, de Nationale Assemblée, feliciteren met die gedurfde stap. En natuurlijk de afgelopen dagen hebben zeker het ministerie van OW, het parlement, de bouwcommissie, de architect, de aannemer heb ik nog ontvangen, instructies gehad en hebben heel hard gewerkt. Ik wil jullie alvast bedanken. De instructies zijn duidelijk. Er is een belangrijke job te klaren zoals de voorzitter van de bouwcommissie heeft gezegd. En met meneer Ngua, die dat allemaal ook een oogje op het zeilen zullen houden. Natuurlijk is het een geweldig moment als we vanmorgen weer hier staan om een ander mijlpaal aan de samenleving te presenteren. Het is goed dat we dat vaker doen, omdat we soms inderdaad het gevoel hebben dat datgene wat we dag en nacht aan arbeid verzetten, dat het onvoldoende belicht wordt, tot uiting komt. U heeft net gehoord van de minister van OEI, hoeveel projecten uitgevoerd worden met eigen begroting. En natuurlijk is het bijzonder belangrijk om ook deze mijlpaal op een goede wijze te belichten. Ja, kijk, na de brand van 1 augustus 1996... hebben we onze intrek genomen daar waar we nu zijn, met de bedoeling om het tijdelijke daar te huisvesten, de Nationale Assemblée. Maar hoeveel jaren zijn we verder? We hebben toen vanaf 2000 het besluit genomen om wederom hier op te zetten. Maar de bedoeling was niet dat we alleen dat administratief gedeelte zouden onderbrengen hier. Ja, we moesten alles in ere herstellen. Dat is niet gebeurd. We zijn blij met de eerste stappen die toen zijn gemaakt, dat we hier nu kunnen staan. Maar de bedoeling is dat we daarna ook onze vergadercomplex moeten bouwen. En dat besluit hebben we ongeveer 2 jaar teruggenomen. We hebben de administratieve zaken voorbereid en aan het ministerie van Openbare Werken gevraagd om de uitvoering voor ons te doen, vanwege het feit dat zij die deskundigheid in huis hebben. Dus een heel historisch moment voor ons. Op dit moment zit onze administratie voor 80% hier. Alle financiële afdeling, personeelszaken, werkruimte voor de voorzitter en de vicevoorzitter. En dus alle andere zaken, vergadering en de griffier, die zijn nog aan de andere kant. Maar straks, over een jaar, laten we zeggen, moet alles onder één dak komen. Onze planning is een jaar, ongeveer een jaar. Maar dat betekent dat het heel vlot zal moeten geschieden. Dus we hopen dat we dat gaan halen.